Overdag is hij een graag geziene gast op de camping. Maar 's avonds ontpopt hij zich tot een gewetenloze crimineel. Dit is het verhaal van Ferry Bouwman. Wie is hij? Wat doet hij? Maar vooral, wat drijft hem? Je zou het op het eerste gezicht misschien niet verwachten van zo'n rustige en vredige plek. Maar deze volkse camping is in het eerste seizoen van Undercover het epicentrum van een van de grootste ecstasy-netwerken ter wereld. Op deze camping leidde de Eindhovense topcrimineel een grootschalige ecstasy-productie, gewoon vanuit zijn chalet. Als je die mensen gewoon betaalt en verzoenlijk tevreden geeft in plaats van helemaal niet gehoord, frikandellen, dan loopt er niemand weg. Jezus, Ferry. Dat zijn gewoon stelletjes Chinezen, hè? Ferry is namelijk een man met twee gezichten. Iedereen hier kent hem als de vriendelijke campinggast met wie je gezellig kunt barbecuen en een pintje drinken. Jarenlang had zelfs zijn eigen vrouw Danielle amper door dat er een gevreesde topcrimineel schuilging achter haar barbecuende man. De Belgische federale politie kwam echter de bende van Bouwman op het spoor en haalde zwaar geschut boven om zijn netwerk op te rollen. Dat ging niet van een leien dakje, want de wereld waarin Bouwman opereert is bijzonder wantrouwig ten opzichte van buitenstaanders. Waar is het? Nieuwe buren. Daarom besluit de politie om undercovers in te zetten. De undercoveragenten Bob Lemmens en Kim de Roy krijgen de opdracht om het vertrouwen te winnen van de bende. Om op die manier informatie te achterhalen over het criminele netwerk. Zodoende gaan ze undercover als het jonge echtpaar Peter en Anouk. En huren ze een caravan op de camping precies tegenover de chalet van Bouwman. Stapsgewijs infiltreren de agenten in zijn leven. Maar Ferry's achterdocht maakt dit enorm moeilijk. Ook zijn vertrouwelingen maakt het hen niet bepaald makkelijk. Dat is een flikdron, ik zweer het daar. Maar dan ontdekten de agenten Ferry's zwakke plek. Zijn fijngevoelige vrouw, Danielle. Kim weet haar volledig te manipuleren, waardoor ze een vriendschap opbouwt die een steeds intensere vorm aanneemt. En ook, vind jij me aardig? De grenzen van normen en waarden van de undercoveragenten vervagen compleet. Maar Kim krijgt het voor elkaar om via Danielle haar partner Bob in het netwerk van Bouwman te helpen. Het verliep niet altijd even vlot. Zo wantrouwde John, de rechterhand van Ferry, Peter de hele tijd. Vanmiddag word ik tegengehouden door de smerers. Ja, en het is dezelfde waarmee ik ze gezien heb toen ik ze gevolgd ben. Wie gevolgd ben, wanneer? Die twee, ja. Na PSV ben je thuisgebracht. Zij zijn met z'n tweeën weggegaan. Johnny. Ik ben ze gevolgd toen. Zonder dat Ferry het doorheeft, probeert John met afluisterapparatuur achter de ware identiteit van Peter te komen. En met succes, want hij weet steeds meer bewijs te verzamelen. Dit leidt uiteindelijk tot een confrontatie waarin John Peter vertelt dat hij weet dat hij een wout is. Er ontstaat een heftige vechtpartij waarbij Peter en John te water raken. Een ongeval dat John fataal wordt. Zelfs de dood van John is voor Ferry nog geen signaal om Peter en Anouk te wantrouwen. Het wordt gezien als een tragisch ongeluk, waardoor de twee undercoveragenten hun werk kunnen blijven uitvoeren. Totdat uiteindelijk, ogenschijnlijk vanuit het niets, de federale politie binnenviel tijdens een zorgvuldig geanceneerde bruiloft. Bouwman en Danielle werden gearresteerd en belanden in de gevangenis. Eind goed, al goed. Voor seizoen 1 tenminste, want op het einde krijgt Ferry bezoek van Henk Swaap, die hem een geluidsopname laat horen, waaruit blijkt dat John's dood misschien toch geen tragisch ongeluk was. Dat is het moment waarop Ferry besluit om alles op alles te zetten om de ware identiteit te achterhalen van de undercoveragenten. En dat is het moment waarop het bloedstollende tweede seizoen begint van Undercover.